in deze dagen. Dus weg voor die vier maandjes in de superklasse, 4-5 jaar. En de stap heeft hij nog niet helemaal onder controle, die 87 van Westrik. En als je dan helemaal op stoom komt, dan gaat hij weer aan de lijn horen. En dan pakt hij die positie aan in de eerste top. Westrik dus van Amersfoort. Hij heeft weer de kop genomen. Doet dat weer voor die tweede rijders van Valsen. Zag ik van de Zanden en Xenia de Kraan. En ook voor Geldermalsen, houdt van Menen, gaat daar heel veel mee. En wat betekent van de Weidijs, Ruben Moller. En tenslotte natuurlijk ook de Wietrostijn was het met de 2-23 op de plaats. Heel netjes onderweg hier in die vierde man. Maar er is een kruidklas bij aan die kleine man. Het kan door de Westrik. Ja, die soeverein aan de duim voor het eigenlijk al de hele dag laat zien. Dan gaan we kijken naar die tweede plaats. Dat is dan voor ons van de Zander. En dan gaan we ook kijken naar die derde plaats. Dat is Nout van Menen voor Geldermalsen. Dat zijn de eerste drie. Hier op 10 dan de 563 van Steen Kraan. En die kunnen we opbrengen voor de 174 voor de modder. Maar geen kruidklas hier tegen de rijder van Amersfoort. Westrik. Hij pakt ook de eerste plaats in de finale. Superklasse 4-5 jaar.